De temperatuur op aarde stijgt. Van 1951 tot 2023 is de temperatuur in de beeld met maar liefst 1,4 graden gestegen. En de komende jaren verwachten we alleen nog maar een verdere temperatuurstijging. In 4 klimaatscenario's worden niet alleen de temperatuur, maar ook de verwachte weertrends beschreven. Wat wordt het weer in 2050? En hoe ziet onze leefwereld er dan uit? Er zijn 2 scenario's. Eentje voor een verdrogend en eentje voor een vernattend klimaat. Voor beide scenario's zijn er dan 2 varianten. Eén met een geleidelijk lagere CO2-uitstoot en één met een aanhoudend hoge CO2-uitstoot. Hoe meer CO2 er wordt uitgestoten, hoe warmer het wordt. Maar wat voor effect gaat dat hebben op ons klimaat? Wat zeker is, is dat de zeespiegel exponentieel gaat stijgen. De zomers zullen heter gaan verlopen en ook een stuk droger. En de andere seizoenen zullen juist natter worden en de winter ook een stuk zachter. Daarnaast gaat het extreme weer toenemen. Denk aan heftige regenbuien in de zomer die veel water in een korte tijd brengen. Hittegolven, langdurige droogte, de kans op onweer en de kans op hagel. Aujourd'hui, il fait 30 degrés. Mais il y a un risque d'orage violent dans l'après-midi. Quand il fait chaud. Il fait chaud manière tropicale. Grote kans dat dit het weerbericht is dat je gaat horen in 2050. Het lijkt op het weer zoals dat nu is in het zuidwesten van Frankrijk. Bijvoorbeeld de omgeving Bordeaux. Het is daar een stuk warmer en bovendien komt er veel extremer weer voor. Deze veranderingen hebben gevolgen voor onze veiligheid, onze gezondheid en de natuur. We zullen onze natuur moeten beschermen tegen langdurige droogte, natuurbranden of juist wateroverlast. Sommige planten en dieren zullen uit ons land verdwijnen omdat ze niet tegen de hitte kunnen en andere komen juist naar ons land toe. Ook de landbouw moet zich aanpassen aan meer extreem weer. Een langer groeiseizoen en hogere CO2-waarden zorgen voor een stijging van de landbouwopbrengst. Maar extreem weer zoals hagel of een langere droge periode vormen juist een bedreiging. Ook in het verkeer verandert er veel. In de zachte winters is er minder kans op gladde wegen en dat is natuurlijk bevorderlijk voor de verkeerssituatie. Maar in de hetere zomers zien we juist dat er meer schade ontstaat aan het wegdek en dat zorgt weer voor problemen op de weg. En dan je portemonnee. De energierekening. Tijdens de zachtere wintermaanden hoef je minder te stoken en ben je dus minder geld kwijt. Maar tijdens de hetere zomermaanden heb je verkoeling nodig. Zeker in de steden die functioneren als hitte-eiland. Je zult airco's nodig hebben of ventilatoren en dat kost natuurlijk weer meer geld. De komende jaren gaat er dus veel veranderen. En wat zeker is, is dat het weer in onze omgeving er heel anders uit gaat zien.